En zo werd de bak al geopend door wethouder Smitsmans van Roermond en culinaire alleskunner Jannie van der Heijden. De bakhal is een plek voor iedereen. Iedereen is hier welkom, of je nou doof of slechthorend of blind of slechtziend bent. Ik weet zelf als doove persoon hoe het voelt om ergens te zijn en je krijgt de instructies niet goed mee. Of er is geen tolk aanwezig op de locatie. En dat je dan bezig bent en dat je dan om een gegeven moment denkt van de taart zit al in de oven, maar ik heb hier nog eieren in een bekertje zitten. Ja, dat is gewoon super vervelend van alle tijd en alle moeite en alle energie wat je erin hebt gestopt. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat iedereen alles ook goed meekrijgt. Cas had naar eigen zeggen een kort dankwoordje voorbereid, waarin vrienden en familie bedankt werden voor alle steun. Speciale dank ook aan bakvriendin Jannie. Ja, Jannie is een superlieve en hele goede vriendin van mij. Maar ze is ook eigenlijk een bakmoeder van mij. Ze houdt me af en toe ook heel goed in de gaten of ik de goede dingetjes doe. Of ik niet te veel van dit of niet te veel van dat doe. Of dat ik misschien iets weg moet laten. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ik denk dat de specialiteit van Cas is dat hij compleet out of the box kan denken. Dat hij zich niet laat inperken door vaste tradities. Hij gaat het gewoon op zijn manier doen. En ik denk dat dat ook een nieuwe trend is. Hij is heel creatief. En denkt, ja, ook al is het zo lang zo gedaan, ik kan er best een draai aan geven. Cas heeft natuurlijk veel geleerd van Jannie, maar andersom ook. Ik heb heel veel van Cas geleerd en vooral een andere manier van kijken, een andere manier van denken. Omdat wij, die alle zintuigen hebben, geneigd zijn te denken dat iedereen dat heeft. En daardoor misschien wel heel veel missen. En Cas laat zien dat een beperking niet een tekortkoming hoeft te zijn. Het feestje is natuurlijk niet compleet zonder die andere koekenbakker. Al is het op afstand. Maar ik wens je heel veel succes, heel veel geluk. En het zal best heel gezellig worden, want je bent een gezellige gozer. Je weet altijd een leuke stemming te maken, de mensen naar de zin te maken. En de mensen komen graag naar je toe. Je hebt altijd een lekkere babbel. En we missen je erg in de tent. Het zou leuk zijn dat ik in de tent weer terugkomen. Ja, we moeten een reunie doen in de tent. Vind ik ook. Lieve Cas, heel veel succes en heel veel plezier daar met je nieuwe bakstudio.